Oké, welkom terug dames en heren. Game nummer 2 tussen Olds en Thinkers. We springen de game in en starten de replay in 3, 2, 1, go! Nou, de vorige game zagen wij nogal onorthodoxe strategie van Olds. Ja, inderdaad Frank. Dat was heel leuk uitgevoerd. Een heel erg voorbereide beeld. Het was toch jammer voor Vinkers dat hij niet dat had gescout. En niet ook in de basis van Olds had rondgekeken en had gezien van, goh, dit is toch wel een beetje raar. Er wordt wel gas gemined, maar waar gaat al dat gas naartoe? Het ging in ieder geval niet naar een factory in de eigen basis. Het ging naar een mooie factory in de natural. En daar kwam een mooie voor uit. En die maakte de basis kapot, denk ik. Ja, inderdaad. Kapot. Maar Vinkers gaat even laten zien uit welk hout hij gesneden is. Want weet je wat hij wil winnen? Wat wil hij winnen? Nou, hij wil de eerste prijs van de NSSL winnen. Weet je wat dat is, namelijk? Nou, vertel Frank. Heb ik gisteren of eergisteren bericht van MSC gekregen dat zij een X79 GD65 uit mijn hoofd moederbord gaan sponsoren voor de winnaar. En dat is niet zomaar een moederbord. Ja, dat is echt een high-end ding als je in de Price Watch bij Tweakers kijkt. Waar je de goedkoopste prijzen ziet. Dat is de goedkoopste prijs daarvoor €250. Ah, nice, dat is echt een high-end ding waar je zo'n Intel i7 in kan prikken en zo. Dus iemand die de NSSL wint, krijgt dat moederbord en kan daar een bruut systeem omheen gaan opbouwen. Zodat hij in de toekomst met nog hogere framerates StarCraft kan spelen. Nou, wat leuk Frank. Dat is, goed, dus, de Vinkers heeft gezegd dat hij dat wil winnen? Iedereen heeft gezegd dat hij het wil winnen. Ik kreeg van iedereen een mail. Frank, dat is zo mooi, dat wil ik winnen. Oh, dat is ook niet waar trouwens, want ik heb het nog niet op de website gezet. Want ik was nog druk bezig met posten over de seizoensfinale van seizoen A van de NSSL. Alle 89 matches van de groepfase A zijn gecast. En dat komt neer op... De statie van formaat. Ja, 206 video's op YouTube. Dat is echt, als je dat wil kijken, ben je even bezig. Ja, je moet even uitrekenen hoeveel uur dat in totaal is, Frank. Dat lijkt me best wel grappig. Als we uiteindelijk aan het eind van de NSSL, dan kunnen we zeggen van, nou, we hebben zoveel uur aan entertainment hebben we samen verzorgd. Nou, dat is wel iets waar ik over na ga denken. Want kijk, voor sponsoren voor de Dutch StarCraft League wil je natuurlijk ook kunnen vertellen wat het voor de sponsoren van de NSSL opgeleverd heeft. En zoiets als, zoveel uur op YouTube commentaar, waar ook in elk filmpje de sponsoren genoemd worden. Dat is toch wel redelijk een soort verkoopargument. Iets wat sponsoren aantrekkelijk kunnen vinden. Ja, over de sponsoren gesproken, Frank. Je noemde de MSI al. En wie zijn de andere twee? Oh ja, we hebben ook nog Cooler Master of CM Storm. Dat is hun gamingmerk. En Computerland. En zowel Cooler Master als Computerland sponsoren twee dikke PC's in bruikleen om tijdens de finales op te casten en op te gamen. Dus de spelers en de casters tijdens de finale zullen op een apparaat spelen dat gesponsord is door Cooler Master en CM Storm. En CM Storm geeft daarnaast ook nog een drietal gamingmuizen aan de nummers 1, 2 en 3 uit de NSSL. Dus die kunnen zich ook nog verheugen op een chique muis om mee te spelen als zij de top 3 plaats eindigen. Nou, geweldig. Wat tof, Frank. Ik vind dat altijd zo sympathiek. Uh-huh. Zeker voor zo'n beginnende league als die wij hier hebben natuurlijk. Het is ook nog een hele lokale league. En het is te leuk dat sponsoren dan zo dat willen steunen. Uh-huh. Ja, het is een kwestie van ze even goed duidelijk maken wat voor potentieel er eigenlijk in zo'n league zit. Dan lukt het wel. Hey Frank, hoe is het ondertussen met het potje? Oh, uitstekend. Ik ben het een beetje aan het bekijken. Er komt een robotic facility voor Vinkers aan. Dus je gaat gate en dan een cybernetic score meteen naar een robo. Hij denkt, nou, als er weer een Thor aankomt, wil ik een immortal hebben. Ik vermoed dat hij daarvoor gaat. Of hij pakt nog even een pro te scouten. Maar als we even kijken naar zijn vision, dan zien we dat hij niet inderdaad veel ziet in de basis van Olds. Om precies te zijn, ziet hij alleen de barracks in de front. Hij ziet niet dat daar een tag lab aan zit. Ziet ook niet de tweede barracks en de expansion komen. Dus Olds gaat voor een one barracks met tag lab into expand. Hij heeft daarbij één gas inderdaad, dus dan zal hij wel, wat zal hij dan maken? Een paar marauders. Oké, dat was dan wel frappant. Dat zie je niet vaak in combinatie met zo'n early expand. En er komt ook, Stim komt eraan. Ik dacht misschien dat hij dan voor een custom shell gaat, om wat stalkers te grazen te nemen met zijn marauders. Maar er komt Stim aan en de marauders en hij zal misschien ook wel marines dan gaan toevoegen met die andere twee barracks die hij nu aan het maken is. Ja, dat lijkt mij een logische keuze. Ik denk dat het gewoon een bioball gaat worden. Maar inderdaad, een expand. Dus ik denk dat dit een slimme keuze is van Holtz. Die natuurlijk in het eerste potje heeft bewezen. Oké, ik kan je helemaal off-guard. Ik kan je helemaal zonder dat je er erg in hebt, kan ik een hele vroege push doen. Weet je wel? Ja. Dat heeft hij bewezen. En dit keer gaat hij voor een veel meer macro georiënteerde beeld. En
En we zien dus dat hij zijn expansion ook al veel eerder op heeft dan Vinkers, die nu gaat voor 3 gates en een robotics facility. Ja. Dus die ja, laat nog helemaal geen enkel teken zien van een expansion. Dus ja, als Olds dit even vast kan houden, als hij dit, ja, de pressure die misschien gaat komen als hij dat af kan slaan, dan zit hij in een goede positie. Ja, nee, dat is erg goed. Als je in zo'n, dat is ook een, dat merk je dat heel anders is aan het spelen van een best of 3 serie dan aan een enkel potje op de ladder. Een enkel ladderpotje, ja, dat, je hebt geen historie met tegen wie je speelt. Terwijl als je zo'n serie speelt, kun je zeggen, nou, ik ga eerst eens even voor een cheese. Als het niet lukt, heb ik in ieder geval toch mijn tegenstander een beetje de stuip op het lijf gejaagd. En je ziet nu ook dat het Vinkers dus denkt, nou ja, ik kan me niet te veel vrijheden veroorloven met een economische build. Want ik weet dat mijn tegenstander me zomaar weer zou kunnen gaan cheesen. Dus hij gaat nu voor vroege units. Offert daarvoor dus zijn expansion op, want die heeft hij dus nog niet. Ik zie hem ook nog niet gear om die te maken. Sterker nog, hij pompt al zijn minerals in units. En hij valt hier nu weer aan. Hier komt de push. Ja, inderdaad, zeker. Dit wordt heel spannend. Frank, hier komt de een repair bunker. Bunker. Als die niet gerepareerd wordt, dan wordt het een groot probleem voor Als. Hier komen de SCP's, maar is hij nu te laat? Oh, prachtige force field om die bunker fields. Heen. Heel erg mooi. En Immortal die blijft nog leven. Oh, hij heeft net de Immortal niet te pakken te krijgen. En er komt nog een tweede Immortal aangewandeld hier over het veld. Die zal er zo zijn. Hij gaat in ieder geval een heleboel SCP's verliezen. Hij moet eigenlijk gewoon zijn SCP's terugtrekken. Ja, precies. En zijn basis liften. Terug even in zijn main. En een rustige moment afwachten of het veilig is om weer naar buiten te gaan. Maar bijvoorbeeld... heeft hij genoeg units? Want ik bedoel, Vinkers die kan hier gewoon volgens mij naar boven wandelen. Want er is dus helemaal niks van ons kijken. Nu. Het zijn 4 Marines in de productie. Maar ja, hier. Dit, de Supply Depot gaat neer. En ja, nu staat hij in GG. De basis. En dat is een GG. Ja. Ja, nee, inderdaad. Die was Olds dan toch weer iets te greedy. Misschien dat hij van, nou ja, Vinkers zal weer voor zijn expansion gaan, net als in het vorige potje. Dus ik heb ook, kan ook die vrijheid nemen. Maar nee, Vinkers gooide alles op Immortal productie en had meteen een ja, mooie push met 3-8 Robo. Vaak niet, ze heeft sowieso niet de bedoeling of de intentie om het spel dan te eindigen, zo'n push. Je kunt er heel veilig achter expanden. Relatief laat, maar dat kan. Maar ja, soms, zoals hier, dan kun je zien dat het zoveel damage doet dat je er gewoon de game mee eindigt. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met, als Olds het had gescout dat die push eraan kwam en hij had misschien nog een extra bunker gebouwd en hij had die SCV's wat eerder gepoeld, dan had hij een behoorlijke stand kunnen houden, weet je wel. Dan had hij echt wel dat gebied goed kunnen verdedigen. Maar nu ging die bunker gewoon heel snel naar beneden op het moment dat die SCV's kwamen, die prachtige force fields daarachter, zodat de SCV's ze niet konden repareren. En dan is het gewoon over voor Dern. Het staat 1-1 gelijk in deze zeer spannende serie, Albert. Ja, inderdaad. Korte potjes tot nu toe. Mm-hmm. We zullen zien hoe het volgende potje verloopt. Blijf kijken, we gaan naar game nummer 3.